Welkom allen bij een nieuwe aflevering van de Student Stemwijzer, gepresenteerd door Room for Discussion vanuit Pakhuis de Zwijger. We zitten hier vandaag met de lijsttrekker van de nieuwe partij Volt, Laurens Dassen. Ja, goedendag. Goedendag, fijn dat je er bent. Absoluut. Even een klein beetje achtergrond over Volt. In 2017 is de Europese partij opgericht, in 2018 was de Nederlands partij een begrip. Sinds wanneer ben jij lijsttrekker van Volt? Nou, ik ben zelf in 2018 bij Volt gekomen. Maar ik weet niet of we zo een korte introductie gaan doen. Maar toen ik een artikel las waar heel groot boven stond nieuwe energie voor Europa. En dat was begin 2018. En in juni 2018 hebben we Volt opgericht. Toen was ik natuurlijk al volop mee bezig. En destijds heb ik toen mijn baan opgezegd samen met Renier van Lanschot. Eerst in de rol als voorzitter. Tot aan de Europese verkiezingen en eigenlijk ook nog het jaar daarna. En sinds juni dit jaar als lijsttrekker. Ja, over die baan opzeggen. Ik vond dat wel een heel markant, interessant stukje. Je hebt zelf in Nijmegen gestudeerd. Ja. En daarna kreeg je eigenlijk een keurige baan bij ABN AMRO. Ik denk dat menig mens geen haar op hun hoofd zou denken om zich dan in te zetten voor fulltime voor een jonge politieke partij. Wat heeft jou er dan toe gezet om dat wel te doen? Ja, dus ik ben geboren in Eindhoven, opgegroeid in een klein dorpje. En op een gegeven moment op kamers naar Nijmegen. Bedrijfskunde, eigenlijk een vrij veilige keuze. Mijn vader heeft bij Philips gewerkt. Mijn moeder was basisschoollerares. Gestudeerd en ik ben in 2011 afgestudeerd. Dat was de tijd van de eurocrisis, van de kredietcrisis, de financiële crisis. En het was echt een tijd waarvan we dachten, ja, hebben wij dadelijk kunnen we een baan vinden. Terwijl aan het begin, toen ik ging studeren, als je ging studeren, dan had je zo een baan. Maar dat was toen helemaal niet zo. En ik heb mijn bachelor thesis over ABN AMRO geschreven, over de val. Met al die crisissen eromheen, toen dacht ik, als er ergens iets gaat gebeuren en als er ergens iets is waar de komende tijd veel gaat veranderen, dan is het in de bankenwereld. Dus toen dacht ik, daar wil ik gaan kijken en daar wil ik me voor gaan inzetten. Dus een hele interessante tijd gehad. Veel geleerd, zowel in Nederland als in het buitenland mogen zitten. Maar op een gegeven moment merkte ik aan mezelf van, hey, ik maak me zorgen, want er is een partij in Nederland die is aan het opkomen, FVD. Je hebt de AfD in Duitsland, je hebt Salvini in Italië. Brexit gebeurde, de opkomst van Trump. Ja, ik begon me een beetje af te vragen van, hey, waar gaat het heen met de wereld? Dus toen ben ik me gaan verdiepen in verschillende politieke partijen. Dus rondgekeken bij PvdA, VVD, D66. En nergens voelde ik echt het idee van, hier zit ik helemaal thuis. En toen las ik dus op een gegeven moment dat artikel, Nieuwe Energie voor Europa, waarin een jonge generatie eigenlijk, van twintigers die zeiden van, wat hier gebeurt, dat kan niet. Wij moeten weg van dat wij-zij denken, weg van dat nationalisme. En we moeten in Europa mensen gaan verbinden en gaan samenwerken. En ik las dat en ik vond dat zo ontzettend inspirerend, dat ik dacht van, daar ga ik me voor inzetten. En toen heb ik me aangemeld voor Volt. En wat ik heel erg mooi vond, was dat ik de volgende dag werd opgebeld. Dus ik had me die dag meteen aangemeld. Volgende dag werd ik opgebeld door iemand en die zei van, hey, je hebt je aangemeld bij Volt. Mm-hmm. Waarom heb je dat gedaan? Toen vertelde ik me over de zorgen die ik me maak. En dat ik ook zei van, het is te lang dat ik het alleen maar in het café tegen vrienden aan het zeggen ben. Nu moet ik er ook echt wat mee doen. Maar dat ik gebeld werd en meteen erbij betrokken werd, vond ik onwijs goed. En dat ik echt het gevoel kreeg, oké, ik kan hier een bijdrage gaan leveren. Nou, dat begon met een paar uurtjes in de week. Die uurtjes werden de weekenden en de avonden. En toen hebben we inderdaad dus Volt opgericht. En toen was de keuze, we hebben geen geld. Geen geld is geen mensen. Geen mensen is geen geld. Maar ik geloof in dit initiatief. Ik geloof ook dat het noodzakelijk is. Dat we daar echt mee aan de slag moeten. Dus toen hebben we samen met Renier hebben we gezeten van, hoe gaan we dit dan doen? En toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt, als we hier echt in geloven en wij vinden dit belangrijk, dan moeten we dat, dan moeten we die sprong in diepe wagen. En ik had gelukkig de financiële mogelijkheid om dat te doen. Ja. En nog geen kinderen en geen hypotheek. Dus dan kun je dat nog een keer proberen. Moet wel een groot verschil zijn geweest, toch? Die corporate wereld van ABN AMRO en de financiële sector versus meer idealistische van zo'n jonge politieke partij die eigenlijk iets compleet revolutionairs probeert op te zetten in heel Europa, toch? Absoluut, en ik vond het ook heel spannend. Ik weet nog dat ik met een collegaatje, die had ik aan de telefoon, het is heel snel gegaan ook, want we hadden Volt opgericht. En een week later, ik heb mijn appjes er nog op nagelezen, een keer daarna, zat ik al met mijn baas om dus aan te geven dat ik dit ging doen. Maar zeker, het is een compleet ander iets. Dus in één keer zat ik op in een groot kantoor met heel veel collega's. Allemaal toch wat zakelijker, allemaal goed geregeld. Een laptop, een goed salaris, noem maar op. Ja, en de volgende dag zit je in een keuken. Want we mochten in een keuken waar mensen woonden. Dat was onze werkplek. Er hing een kerstboom
boven de tafel. En zit je met twee man tegenover elkaar. En ben je met elkaar aan het bedenken, oké, hoe gaan we verder? Mm-hmm. En natuurlijk, niet alleen met z'n tweeën, maar juist met al die andere vrijwilligers die er ook aan bijdraagden. En ook in verschillende landen. Maar dan kom je in een hele andere wereld. En wat ik heel erg leuk vond, is dat voordat ik die keuze maakte, toen zei mijn vriendin tegen mij, of toen vroeg ik aan mijn vriendin, ja, moet ik dit nou wel doen? En toen zei zij, ik heb jou nog nooit zo enthousiast en zo gepassioneerd over iets horen praten, dat ik denk, jij moet dit doen. Want je bent toe aan een stap en je gelooft hierin, dus ga ervoor. Ja. Ja, en even over de politieke partij zelf, Volt. Laatst een recent artikel in de Volkskrant. Dat ging over dat de partij eigenlijk nooit ergens boos op is. Dat vonden wij wel heel geestig eigenlijk. En toen dachten we zo meteen, dan kom je wel in de Tweede Kamer. Jullie staan nu op één zetel. En dan kom je wel bij partijen terecht die echt modder gooien naar elkaar. In Den Haag, om het zo maar even te zeggen. En dan denken we van ja, politiek gaat over emotie natuurlijk. Wat heeft eigenlijk... wat heeft jullie eigenlijk als Volt ertoe gezet om daadwerkelijk de Kamer in te gaan, om politiek te gaan bedrijven in wellicht een moddergooi in Den Haag? Nou ja, ik denk dat je het heel goed zegt. Hè. Even kijk, Volt is opgericht na aanleiding van de Brexit. Dus eigenlijk het wij-zij denken, het landen tegenover elkaar, mensen tegenover elkaar, mensen tegenover natuur. En wij zeggen juist van oké, als je de grensoverschrijdende uitdagingen van vandaag wil aanpakken, dan moet je ook met grensoverschrijdende oplossingen komen. En je zegt het helemaal terecht, de nationale politiek is veel bezig met de korte termijn, met de waan van de dag, eigenlijk met heel veel bekvechten, ze tuimelen over elkaar heen. En heel weinig met lange termijn oplossingen, met het verbinden van mensen over grenzen heen. En dus ook met die grensoverschrijdende oplossingen die wij zo graag willen bieden. Dus ik zie daar juist ook een hele belangrijke rol voor Volt dadelijk weggelegd. Om een genuanceerder verhaal, een complexer verhaal, om dat aan mensen uit te leggen, mensen daarin mee te nemen. En daar dus ook echt draagvlak voor te creëren. Ja, die nuance die blijkt ook wel uit uit de leus van jullie partij. Niet links, maar niet links, niet rechts, maar duurzaam, progressief en sociaal. Ik denk wel dat deze laatste drie waarden die jullie zelf gebruiken in de leus aardig links klinken, toch? Dus ik begrijp wel dat jullie soort van jezelf niet proberen te profileren als alleen maar links, alleen maar rechts. Maar ik denk dat studenten wel graag een soort een partij in een kader willen plaatsen. Dus waar het politieke spectrum, hoe achterhaald die ook is, zouden jullie jezelf dan wel plaatsen? Het is zeker achterhaald, hè? Van links en rechts denken. Het is uit de oude tijd, echt uit de vorige eeuw, de 20e eeuw, toen partijen links, rechts waren en ook zo op die manier probeerden te handelen. Maar ik denk juist dat heel veel jonge mensen ook zien dat niet meer van deze tijd is. We hebben hele grote uitdagingen als het klimaat. Daar moet je pragmatisch naar kijken van wat zijn de oplossingen die daarin mogelijk zijn. En als je dan blijft hangen in links en rechts denken, ja, dan kom je uiteindelijk niet tot de juiste oplossingen. Ja. Je moet echt open-minded zijn. En ik snap, jij wil natuurlijk dat ik nu ergens naartoe ga. Laat ik een andere lijn pakken. Hè, van, als je nou kijkt van, ben je nationaal Europees, dan zijn we natuurlijk heel erg Europees. Ben je conservatief, progressief, dan zitten wij bij progressief. Dus dan kun je ons op een andere manier inschalen dan in het klassieke links-rechts. Ja, en die progressie die willen jullie natuurlijk ook maken op Europees niveau. Ja. Als ik dat goed begrijp, jullie noemen jezelf ook een pan-Europees partij. Dat klinkt een beetje als Chinees voor mij. Wat doet een pan-Europees? Ik laat het pan-woordje altijd meestal weg. Ik zeg gewoon, we zijn een Europese partij. Ja. We zitten in alle lidstaten van de Europese Unie, alle 27. En in het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn we nu de eerste partij die aan het lobbyen is om weer terug te gaan naar binnen de Europese Unie. Lukt dat? Dus dat is heel erg grappig. daar zijn ze heel groot mee in het nieuws gekomen. Dus dat traject zijn we daar ook gestart. Dus wij zitten in al die 27 verschillende landen met één programma. En dat is heel erg belangrijk. Want dat is ook een groot verschil natuurlijk met alle andere partijen die wel zusterpartijen in andere landen hebben. Bijvoorbeeld D66 en VVD werken samen met het Europees Parlement. CDA zit met de partij van Viktor Orbán. Wat eigenlijk heel erg raar is. Maar juist met één visie willen we die grensoverschrijdende thema's willen we aanpakken. En dan heb ik het over klimaat, dan heb ik het over migratie, dan heb ik het over veiligheid. Dat zijn zaken die kunnen we niet met 17 miljoen Nederlanders aanpakken. Dat moet met 450 miljoen. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een sterke agenda voor Nederland. Ja. Hè? Want er zijn ook bepaalde thema's die we in Nederland heel belangrijk vinden. Het onderwijs, de woningmarkt. Daarin zorgen we natuurlijk ook wel van wat we Europees kunnen doen. Moeten we Europees gaan doen? Moet beter. Hè? Want de Europese Unie zoals het nu werkt,
functioneert niet altijd even goed. Misschien kunnen we daar dadelijk ook nog even wat langer bij stilstaan. Maar en tegelijkertijd moeten we kijken van wat doen we nationaal en ook wat kunnen we lokaal doen. En misschien nog één kleine aanvulling daarop is van juist omdat we dus in al die verschillende landen zitten, leren we ook heel erg van elkaar wat werkt nou heel erg goed waar. Dus wij hebben een digitaal platform waar we continu in gesprek zijn met elkaar. Met de Italianen, met de Bulgaren, met de Duitsers. En zo kijken we bijvoorbeeld het onderwijssysteem uit Finland. Ja, dat werkt goed. Wat kunnen wij daarvan overnemen? De digitale overheid in Estland. Wat werkt daarvan? Ja. En wat kunnen we daarvan overnemen? Ja. Ja. Ja, zeker een punt waar we straks nog op terug gaan komen. Dat is zeker interessant. Maar toch nog een beetje voor onze luisteraars en onze kijkers straks. Jullie worden wel vaak vergeleken met D66. Ook een centrumlinkse partij die ook graag pro-Europa zichzelf zo verkondigt. En ook meer Europese integratie daar echt de voorstander van is. Waarom is dan eigenlijk een stem op D66 is eigenlijk ook een hartstikke goed als je daarop stemt? Want het is een gevestigde partij. Grote partij die zichzelf dan ook kan profileren in het kabinet straks wellicht. Wat is dan eigenlijk de vraag van jullie staan nu op één zetel in de peilingen. Maar wat voegt Volt dan eigenlijk toe aan de Tweede Kamer als je bijvoorbeeld ook op D66 kan stemmen? Ja, nou, een vraag die we inderdaad vaker krijgen. Ja. Er zijn ook zeker overeenkomsten tussen Volt en D66. Het grootste verschil, en ja, dat is echt een complete verschil in mindset, is D66 heeft het over een nationaal perspectief, een nieuw nationaal perspectief. Is een nationale partij, vertegenwoordigt nationale belangen. En Volt is een Europese partij en kijkt vanuit de Europese gedachte naar die verschillende uitdagingen. Dus, en een mooi voorbeeld daarvan is Volt staat in Bulgarije op de straat te demonstreren tegen de corrupte regering die misbruik maakt van EU-geld. Yeah. Wij maken ons in Italië hard voor de noodzakelijke hervormingen die de Italiaanse regering eigenlijk eindelijk moet doorvoeren. En zo zijn we dus echt vanuit een Europees gedachtegoed kijken we naar zaken. En ja, dat is een wezenlijk verschil. Nou, en natuurlijk zijn er ook andere verschillen. Ik heb met grote verbazing naar de afgelopen kabinetsperiode zitten kijken en hoe D66 daar met de vluchtelingen in Camp Moria is omgegaan, hoe ze daarvoor op zijn gekomen of eigenlijk helemaal niet. Ik krijg daar rillingen van over mijn lijf op het moment dat ik de beelden zie van de tentenkampen die bijna wegwaaien, slaapzakken die helemaal zeiknat zijn en dat mensen daar moeten leven. Ik vind het onbegrijpelijk dat daar niet veel harder D66 ook zich hard voor maakt. Dus dat zou voor ons een ondergrens zijn waarop wij ook zeggen van ja, dit moet nu opgelost worden. Moet trouwens ook Europees. Ja. En een andere, wat ook een verschil is met D66, is dat wij, nou, de klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen. En daar moeten we alles op alles zetten om dat op te kunnen lossen. Ik bedoel, die 1,5 graad van Parijs, we zijn nu al, gaan we dat niet meer halen als we zo doorgaan. Dus moeten we ook stoppen met groen dromen en ook realistisch gaan handelen. En dus alle opties op tafel, waaronder ook kernenergie. Ja, en dan is natuurlijk wel de vraag van hoe ga je dat samen doen? Dus echt, hoe ver willen jullie eigenlijk integreren in Europa? Zien jullie zo meteen een Verenigde Staten van Europa? Of als het aan jullie ligt? Of hoe zien nou, wat dat? Onze, kijk, wat wij zien onze toekomst voor een groot deel in Europa gemaakt. Ja. Dat betekent niet dat we niet ook heel kritisch zijn op de werking van de Europese Unie. Hè? Want als je nu kijkt naar hoe de Europese Unie werkt, dan is dat helemaal niet goed genoeg. Neem een heel makkelijk voorbeeld waar veel mensen zich aan ergeren. Ik ook, ik erger me daar echt helemaal kapot aan. Is de maandelijkse verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg. Ja, dat kost helemaal nergens op. Geld, dat is niet goed voor het milieu. Het kost enorm veel tijd. En heel veel mensen begrijpen het niet. Dus het ondermijnt ook nog eens de geloofwaardigheid van de Europese Unie. Afschaffen. Maar een andere wat we moeten gebeuren is dat op dit moment hebben alle Europese landen een vetorecht. Dus één land die kan in zijn eentje kan besluitvorming tegenhouden. Hè. Dat wordt ook regelmatig wordt dat gedaan. Ik bedoel, tijd geleden heeft Cyprus met 0,2% van de Europese bevolking heeft heel lang de sancties tegen Wit-Rusland tegengehouden. Nou ja, stel je voor dat Nederland op die manier bestuurd zou worden. Dan zouden we hier 12 provinciehoofden hebben. En die zouden dan allemaal een veto hebben. En op elke besluit wat hier in Nederland wordt gemaakt, kunnen zij een veto uitspreken. Dus als Drenthe dan ergens op tegen is, dan kunnen ze de hele voortgang van Nederland tegenhouden. En ja, dat werkt volgens mij ook niet. Dus wij zeggen ook dat veto moet afgeschaft worden en moeten naar gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming. En als je dan vraagt van, hè, van wat is dan jullie stip op de horizon? Ja. Nou, dat is voor ons een echte Europese parlementaire democratie. Dus eigenlijk zoals het in Nederland ook werkt. Dat je
Je hebt stemming op het Europees Parlement. Dat is een voorwaardig parlement. Daar heb je recht van initiatief, dus mogen zelf wetten initiëren. Vanuit dat parlement wordt een Europese regering gekozen met een Europese minister van Financiën. En noem maar op. En zo zeg maar, dat is onze echte stip op de horizon waar we graag naartoe zouden willen. Ik geloof er ook in dat op het moment dat we naar die Europese parlementaire democratie toe gaan, dat het voor mensen veel begrijpelijker wordt. En dat ze dus ook goed begrijpen van waar het over gaat. Ik denk dat je daar ook wel een belangrijk punt aan snijdt. Want je kent deze statistieken waarschijnlijk wel. Maar van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waarin blijkt dat 85% van de Nederlanders zich verbonden voelt met de natiestaat. In tegenstelling tot 37% van de Nederlanders die zich verbonden voelt met de Europese Unie. Dus ja, ik denk dat dit misschien een beetje tegenvallende cijfers zijn voor een partij. Wat heel erg mooi is van, we hadden laatst een mooi gesprek. En toen zei iemand, die zei ook, weet je, mensen voelen zich misschien niet helemaal prettig met de EU, maar wel heel erg fijn in de EU. En van dit zijn inderdaad cijfers van de Europese Unie. Ja, het is uiteindelijk politiek, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar een bepaald beeld bij hebben. Ik denk als je het anders zou vragen van zouden mensen zich thuis voelen in Europa, dat de aantallen vele malen hoger zouden zijn. Want er zijn, ik geloof, 75-80% van de mensen is wel voor Europese samenwerking. Dus je kunt die cijfers natuurlijk net wat anders interpreteren. Ja. Ja, toch. Maar als je dan toch het hebt over zo'n Europese parlementaire democratie, dan vraag ik me wel af van wanneer maak je dan de overweging om iets op nationaal niveau aan te pakken versus op internationaal niveau? Want ja, zo'n Europese parlementaire democratie, dat klinkt natuurlijk wel heel progressief en heel, heel ambitieus. Maar ik denk dat er ook wel mensen zijn die zich afvragen van wanneer gebeurt er dan iets op nationaal niveau? Ja, nou, en dat is terecht. Hè, van, natuurlijk, mensen vragen dat zich af. Van, je hoort natuurlijk heel vaak van, ja, maar dan gaat de Europese Unie misschien alles bepalen. Dat hoeft niet. En volgens mij moet dat ook helemaal niet. Mm-hmm. Want je moet juist zorgen dat je elk onderwerp kijkt. Op welk niveau kun je dat het beste aanpakken? Ik bedoel, er zijn heel veel onderwerpen ook in Nederland die je lokaal in de gemeente aanpakt en die je niet op nationaal niveau gaat aanpakken. Nou, neem bijvoorbeeld op dit moment onderwijs. Ja, onderwijs is een nationaal thema. Dat moeten we hier in Nederland met elkaar organiseren. Dus dat moeten we nou niet in één keer door de Europese Unie gaan laten doen. Ook niet als je straks in de toekomst een Europese parlementaire democratie hebt. Je hebt daar natuurlijk dan wel ook weer samenwerking bij, hè, van het Erasmus Plus programma. Ja. Nou, nu is dat voornamelijk voor WO-studenten. Dat moeten we ook uitbreiden naar HBO en MBO-studenten, zodat dat veel makkelijker wordt. Maar dat zijn onderwerpen waarvan ik zeg van ja, dat pak je op dit moment gewoon nog nationaal aan. Ja, onder onderwijs is meteen ook echt weer een punt waar we ook nog op terug gaan komen later in het interview. Dat is ook zeker een punt ook voor onze luisteraars weer, dat het erg belangrijk is. Maar je noemde net ook iets heel interessants. Dat was de krachten bundelen. Dus dan pak je het onderwijs uit Finland, Estland met zijn digitalisering. Echt een expertise. Maar eigenlijk als je daarna de punten gaat bekijken, migratie bijvoorbeeld. Dat is echt een hoofdpijndossier voor de Europese Unie op dit moment, van begin af aan eigenlijk al. Jullie zeiden daarbij van, nou, wat we dan gaan doen, dan willen jullie nieuwe en afdwingbare maatregelen echt samen gaan opstellen. Van dat je dan sneller voor de opvang en voor het regelen van hoe pak je dat migrantenprobleem aan. Dat is echt al een hoofdpijndossier voor heel veel lidstaten. En jullie zeiden, nou, dat gaan we doen. Maar hoe haalbaar is dat eigenlijk? Waarom is het door jullie, als jullie er komen, dat het dan opeens geregeld gaat worden? Ja, nou kijk, het is echt een hoofdpijndossier. Ja. En wat ik net al zei, van je krijgt er rillingen van langs je lichaam als je de beelden ziet van wat we deze mensen bewust aandoen. Ik bedoel, het zijn politieke keuzes die hier gemaakt worden. Dus er wordt nu een beetje verschuild achter van, ja, de lidstaten willen het allemaal niet. Mm-hmm. Dan kom je dus op het vetorecht waar ik het net over had. Van dat daar moet je van af om dit soort zaken met gekwalificeerde meerderheid te kunnen besluiten. En ja, er moet een Europees migratiebeleid komen. Waarbij er meer ruimte is voor legale manieren van binnenkomst in Europa. Maar zeker dit soort vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ja, die moet je op een duurzame manier opvangen. Maar het is al bijna onhaalbaar of idealistisch. Als je dan en het vetorecht wil je eraf doordrukken. Veel landen willen daar niet vanaf, want die willen toch nog een beetje hun stempel erop drukken. Het is eigenlijk heel idealistisch en bijna onhaalbaar. Nou, ik zou juist niet willen denken in van wat niet kan. Maar veel meer willen focussen
op wat wel kan. Want maar dit wel, zijn... wel, het is wel realistisch, nou, lijkt mij. Het is ook realistisch om het te veranderen. Alleen, ja, je moet er dan ook wel voor gaan staan. En mm-hmm, precies voor dit voorbeeld is het dus ook belangrijk dat er een partij als Volt is. Want mm-hmm, wij hebben dus op Europees niveau hebben we bepaald dat er een Europees migratiebeleid moet komen. En dus de mensen in Italië, in Griekenland, in Spanje, in Duitsland maken zich allemaal hard voor dat beleid. Mm-hmm. En tuurlijk, het is niet van de een op de andere dag geregeld. Nee. Dat weten we allemaal. Ik bedoel, maar het is zo ontzettend belangrijk dat, dat we dus partijen hebben die in alle landen georganiseerd zijn om datzelfde geluid te laten horen. En dan weet ik zeker dat je het voor elkaar kan krijgen. En gaat het makkelijk zijn? Nou, volgens mij is er in politiek is heel veel niet makkelijk. Maar je zult er wel voor op moeten komen. En te vaak hoor ik ook in de politiek, ja, maar het kan niet. Of ja, maar het is lastig. Of ja, maar we doen het al jaren zo, weet je wel. Kom op. Het is toch, het is echt, ik denk dat onze kinderen of generaties na ons, die zullen ons hierop aanspreken en die zullen zeggen, hoe hebben jullie in godshemelsnaam dit kunnen laten gebeuren? Dat er mensen, en het is dat er kinderen worden ingeënt preventief tegen tetanus, omdat 's nachts de ratten aan de tenen zitten te eten. Dat kan toch niet? Nee, dat kan dat, niet. Dan ben je toch met elkaar, en dan zeg je, dan kunnen we toch niet met elkaar accepteren, ja, maar landen willen het niet. Dan zorgen we er toch voor dat we zoveel mensen weten te mobiliseren die daar zich hard voor gaan maken om te zorgen dat er een ander beleid gaat komen. Ja. Nou, nog zo'n hoofdpijn dossier waar we het misschien even over moeten hebben is de coronacrisis. Ja. Volgens sommigen heeft deze coronacrisis misschien wel laten zien dat de Europese Unie in extreme termen misschien een gefaald experiment is. Want sinds de lockdown zijn eigenlijk een heel groot deel van de kernwaarden van de Europese Unie natuurlijk overboord gegooid. Sluiting van de grenzen, race om het vaccin, race om het beste coronabeleid. Nu de verkiezingen eraan komen over een paar weken, denk je niet dat het misschien een beetje slecht getimed is na een periode van wat stroeve Europese samenwerking? Dat wij mee gaan doen aan de verkiezingen? Nou ja, dat er zo'n pro-Europese partij opkomt. Nou, ik denk juist dat het wederom de noodzaak aantoont. Want je zegt terecht van aan het begin van de coronacrisis. In Italië was er een corona-uitbraak. De grenzen gingen dicht. Er was een strijd op de mondkapjesmarkt. Er werd niet samengewerkt. En waar leidde dat toe? Dat de medicijnen voor de grenzen stilstonden. Dat de mondkapjes uitverkocht waren. Noem maar op. En het laten zien van de gezondheidszorg is ook een nationaal thema op dit moment. Maar juist pandemieën die ook grensoverschrijdend zijn, die zou je Europees moeten aanpakken. Nou, ik heb me verbaasd, ik heb met meerdere experts hier ook over gesproken, en die zeiden al jarenlang wordt er aangegeven dat pandemieën een van de grotere dreigingen kan zijn. Ik verbaas me daarover dat daar dus helemaal geen draaiboeken voor klaar lagen. Niet in Nederland, maar ook niet op Europees niveau. Nu heeft de Europese Commissie aangegeven, wat we nu hebben zien gebeuren, dat was natuurlijk helemaal niet goed. Ook al hebben ze zich wel redelijk snel herpakt, hè, met corona-herstelfonds, wat uiteindelijk gekomen is. Maar ze hebben daar duidelijk plan voor gemaakt. Oké, we moeten in de toekomst pandemiedraaiboeken hebben. Ja, wat zegt Rutte? Nee, want gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid. Mm-hmm. Ik denk dat deze pandemie, dat het coronacrisis laat zien, dat we ook op Europees niveau daarin moeten samenwerken. Ja. En de houding van Hoekstra, en ik hoop echt dat hij hier aan tafel zal komen en dat jullie hem daar flink over aan de tand zullen voelen, ten opzichte van de Italianen, toen de ziekenhuizen daar helemaal vol waren. Ja. En dat hij zei, waarom hebben jullie je begroting niet op orde? Dat gaf zo'n beeld van nationaal eigenbelang en geen besef van wat de Europese Unie is, als je het hebt, hè, over kernwaarden, ja, over solidariteit. Dat het juist extra noodzakelijk is, en dat heel veel mensen daar dus ook op zitten te wachten, dat er een partij is die zegt, jongens, we moeten hier samen uit gaan komen. We moeten hierin samenwerken. Ja, en laten we het hebben over een ander belangrijk punt. Het is natuurlijk, je hebt de coronacrisis hebben we nu gehad, maar de eigenlijk sluimerende gevaar op dit moment is de klimaatverandering. Ja. En jullie nemen daar echt wel een heel interessant punt in. En jullie zijn nog voorstander van kernenergie om die duurzame transitie van de economie echt te waarborgen of te bewerkstelligen. Veel partijen als SP, GroenLinks zijn echt helemaal niet, die moeten er niet aan denken, omdat het peperduur is en er is nog steeds geen goede oplossing voor het kernafval. Waarom zijn jullie dan eigenlijk toch voorstander voor kernreactoren plaatsen? Ja, nou ja, kijk, op dit moment dreigen we die hele klimaatcrisis dreigen we te verliezen. We halen die 1,5% van Parijs, die halen we niet. In Nederland hangen we
bungelen we weer onderaan het lijstje van om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. En volgens mij, of op dit moment is ook de permafrost aan het ontdooien. Daar komt methaangas voorbij. Nou, dat is CO2 on steroids. Het is niet meer een tijd dat we groen kunnen dromen. Natuurlijk, wij willen ook het liefst een duurzame samenleving met duurzame energiebronnen. Maar we zien ook dat er nu echt een noodzaak is om te gaan handelen. Ja. En dat betekent dat alle opties op tafel moeten zijn. En dus ook dat er ruimte moet zijn om dus kernenergie te omarmen. Ja. En inderdaad, je noemt het afval. Het afval, daar is, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Wij vinden dat daar veel meer ook in geïnvesteerd moet worden. Zodat we in de toekomst dat afval ook veel beter kunnen verwerken. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je dat met innovatie doet. Dus ik begrijp dat er nu al mogelijkheden zijn. Of dat ze aan het kijken zijn om in de toekomst dat kernafval om te kunnen zetten in energie. Of op een andere manier te kunnen verwerken. Zodat toekomstige generaties daar ook geen last van hebben. Ja. Nee, dit is inderdaad wel een interessant standpunt op een hele grote crisis die ons als studenten staat te wachten. Onze leeftijdscategorie. Maar als we hebben over problemen in het hier en nu. Die studenten ook ervaren door de coronacrisis en iets meer op de korte termijn. Komt natuurlijk mentale gezondheid bovenaan te staan eigenlijk. Samen met het leenstelsel en nog een aantal andere onderwerpen die we zo zullen gaan bespreken. In jullie partijprogramma hebben jullie het ook over de mentale gezondheidsklachten van studenten. En jullie erkennen dat die worden verergerd door de coronacrisis. Maar als we kijken naar oplossingen die Volt heeft voor dat probleem, noemen jullie een regionale netwerkbenadering waarin alle nodige expertise beschikbaar is en op maat kan worden ingezet. Het klinkt een beetje cryptisch. Kan je dit misschien wel beter voor ons uitleggen voor wat wij eigenlijk als studenten hebben aan een partij als Volt als het gaat om ons welzijn, mentale welzijn? Ja, nou, dit is zeker een van de grote uitdagingen die spelen bij studenten. We hebben zelf een kieslijst met een derde die jonger is dan 25 jaar. Die zijn de afgelopen weken ook flink aan de slag geweest om na te denken van hey, wat zijn nu de gevolgen van corona voor studenten, maar ook voor andere jonge mensen en hoe ga je daarmee om? Daar kwam ook welzijn als iets heel belangrijks naar voren. En twee punten die ik, nou, in het coronaplan, of het jongere coronaplan staat ook op onze website, stemvol.nl. Ja, sinds gisteren. Het is gisteren gepresenteerd. Ik schrok het ongeluk toen ik hem zag. Ik dacht dat het hele interview staat daar op YouTube gepresenteerd. Dus jullie moesten denk ik helemaal bijschakelen. Ja. Gelukkig waren we goed voorbereid. Nee, het zag hartstikke goed uit. Nee, maar dus om aan te geven van wij zijn hier namelijk wel heel erg bewust mee bezig, omdat we dit natuurlijk zien. Voor veel jonge mensen die zitten nu thuis op een kamer, terwijl het eigenlijk een tijd zou moeten zijn van elkaar ontmoeten, met elkaar sporten, met elkaar uitgaan, creativiteit. Ik ben zelf ook iemand, ik krijg energie van mensen om me heen. Ik bedoel, ik zit ook heel veel achter Zoom nu en dat ik hier met jullie aan tafel zit. Ja, dat helpt al. Maar om even terug te komen bij jouw vraag van twee belangrijke punten die daarna voorkomen is van laten we kijken of we sporten in ieder geval zo snel mogelijk weer open kunnen zetten voor alle jonge mensen. Zodat je en elkaar weer kunt ontmoeten. Maar ook sporten helpt natuurlijk enorm bij je eigen well-being, bij elke welzijn. Ja. En een tweede is, het zorgt wel dat er ook voldoende psychologische hulp voor studenten is. Van waar ze kunnen aankloppen op het moment dat ze zich niet goed voelen, dat ze problemen hebben en daarover willen spreken. Zorgt dus dat dat veel beter gefaciliteerd wordt. Ja. En dat zou dan natuurlijk op nationaal niveau zijn. Of zou je dat ook op Europees niveau willen aanpakken? Want dat zou je uiteindelijk juist wat meer op lokaal niveau willen aanpakken. Dus dat je zorgt dat juist op de juiste plekken beschikbaar wordt gesteld. Ik zou er zeker voor pleiten om dat overal in Europa te doen. Maar ik denk niet dat het handig is om dat op Europees niveau aan te pakken. Ja. Ja, nou, maar het is echt een heel belangrijk thema. En we moeten ook goed oppassen. Want heel veel jonge mensen hebben ook kritiek over zich heen gehad. Hè, van de jongeren houden zich niet aan de coronamaatregelen. Ja, coronazondaars. Ja, terwijl eigenlijk het allergrootste gedeelte van de jongeren, ik geloof iets van 85% of 90%, die houden zich hartstikke goed aan de maatregelen. En die brengen dus heel veel solidariteit op richting de kwetsbaren voor de coronacrisis. En ik vind persoonlijk dat daar ook echt wel wat meer aandacht voor mag zijn. Om te zorgen dat de jongeren niet
op alle fronten de prijs betalen van deze crisis. En daarom hebben we dus ook dat jongerenplan inderdaad wat gisteren gepresenteerd is. Met name in het jongerenplan. Jullie hebben echt een uitgesproken mening over, we moeten het leningstelsel afschaffen. Ja. Ander belangrijk punt voor studenten zeker. Ja. Wat voor ons wel echt als muziek in de oren klinkt natuurlijk. Nou, en terecht. Kijk, ik heb zelf ook gestudeerd. Ja. En ik had de basisbeurs nog. Ik heb daar bij gewerkt en ik heb er ook nog bij geleend. En na een paar jaar heb ik op een gegeven moment de duo opgebeld en gevraagd van, hey, wat is mijn studieschuld? Ja. En ik schrok me kapot. En ik kan me nu voorstellen dat op het moment dat je nu dus begint met studeren en je begint eigenlijk al meteen met schulden opbouwen, dan begin je toch niet op een juiste manier aan je studie. Nee. En ik kan me voorstellen dat dat dus meteen ook onnodig veel stress oplevert. Terwijl je studententijd is ook een tijd waarin je moet ontwikkelen. Hè? Uiteindelijk, je gaat studeren en daarbij haal je diploma. Met dat diploma mag je gaan solliciteren. Maar uiteindelijk is de tijd die je zelf besteedt aan activiteiten zoals wat jullie hier doen met Room for Discussions of zitten bij een studentenvereniging of bij een sportvereniging. Dat is de manier waarop je ontwikkelt, vriendschappen maakt voor het leven. En daar moet wel ruimte voor zijn. Dus leenstelsel weg en die basisbeurs moet terug. Ja, en dan blijft natuurlijk de vraag over, wat doe je met de generatie van 2015, 2020? Want dat zagen we niet terug in jullie programma's. Van hoe die gecompenseerd gaan worden. Dat is wel echt een, ik ben er zelf ook eentje van, die wellicht de dupe wordt van, echt, ik zat er middenin. Hoe gaan jullie die compenseren? Ja, we hebben daar nog geen standpunt over. Ja. Dus heel leuk, Ernst, die gisteren ook het coronaplan of het jongerenplan presenteerde, die heeft precies hetzelfde. Ja. Die zit er precies tussenin, die is net afgestudeerd. En wij zijn wel aan het kijken van, hoe kunnen we die compensatie vorm gaan geven? Want tuurlijk, wij vinden ook dat de studenten die nu gestudeerd hebben en eigenlijk dus, één, heel snel hebben moeten studeren omdat ze dus anders nog meer schulden opbouwen. Mm-hmm. Dat we wel kunnen kijken of we hun toch ook op een bepaalde manier kunnen compenseren. Ja, zoals de SP en DENK, die hebben bijvoorbeeld gepleit voor het teruggeven van de thuiswonende basisbeurs. En daarvan een volledige compensatie daarvan. Nou, ik denk dat heel goed zou zijn. Ik zou daar zeker voor openstaan om daar verder naar te kijken. Want ik denk dat die ruimte er zou moeten zijn. En uiteindelijk wil je elke generatie dezelfde kansen geven. En ook nu als je daar een woning gaat kopen. Ja. En je hebt een schuld opgebouwd. Die schuld die telt dan ook nog mee voor je hypotheek. Ja, dat is ontzettend vervelend, want het is al moeilijk om een woning te krijgen. Dus ik denk dat dit helemaal geen slecht idee is. Maar het is natuurlijk een supergoed idee. En ik denk dat dit voor heel veel studenten heel goed nieuws is. Maar om toch de vraag te stellen, waar in vredesnaam haal je het geld vandaan om dat terug te gaan betalen? Nou, op dit moment hebben we volgens mij voldoende ruimte in de Nederlandse begroting om dit soort compensaties te kunnen doen. Maar we moeten dus goed kijken van wat we hier doen. En een van de punten die ook in het jongerenplan naar voren kwam, is dat we willen kijken naar een solidariteitsfonds. Dus dat we zeggen van, er zijn nu heel veel mensen die nog vermogender worden dankzij de coronacrisis. En er zijn heel veel mensen die daar de dupe van zijn, vooral dus ook jongeren. Mm-hmm. Van, kunnen we dus ook niet kijken of de mensen met een heel groot vermogen, of die een bepaalde bijdrage kunnen leveren om dit soort zaken dus te compenseren? Ja, afschaffing van een jubeltonnetje zag ik al in jullie partijplan. Ja. Afschaffing. Ja. als je het hebt over kansengelijkheid, dan is een jubelton, een ton dus die mensen krijgen om een woning te kopen. Mm-hmm. Wat hartstikke fijn is voor ze. Hè? Want iedereen die het krijgt, dat lijkt me fantastisch. Maar het is natuurlijk wel een ongelijk speelveld aan het worden. Hè? Dus stel van, je bent met z'n tweeën en je krijgt allebei een ton van je ouders. Ja, dan heb je 2 ton. Ja, dan kun je makkelijk de woningmarkt op. Maar als je dat niet hebt en je hebt een studieschuld, ja, dan kun je daar niet meer tegen opbieden. En dan heb je dus geen kans op een woning. En de woningschaarste is natuurlijk al enorm. Mm-hmm. Dus dat is niet meer eerlijk en dat moet gewoon afgeschaft worden. Ja. Dus dan moet je daar gewoon eerlijk belasting over betalen als je dat wil schenken aan je kinderen. Ja. Ja. Helder. Volgens de peilingen staan jullie nu op een zetel. Ja. Jullie hopen volgens mij op 6, toch? Of minimaal 3 zetels. Minimaal 3? Ik was iets te enthousiast. Als het 6 zou worden, dan zijn we natuurlijk helemaal niet. Nee, we hebben bij de Europese verkiezingen 2% van de stemmen gehaald. Ja. Dat zouden vertaald naar kamerzetels 3 zetels zijn. We staan nu inderdaad op 1 in de peilingen. Ja. Daar zijn we erg blij mee. En we gaan ervan uit dat we nu snel voor 2 en nummer 3 ook gaan. Ja, want binnenkort zijn de verkiezingen. Op wie ga je eigenlijk zelf stemmen? Ik ga op Volt stemmen.
Op jezelf? Op mezelf. Dat weet ik nu niet. Oh, daar moet je nog even over nadenken. Ik denk het wel. Ja. Ja. Heel goed. Dat vind ik toch wel leuk, om net dat rode bolletje en dan ben je eindelijk. Ja, dat is toch wel antwoord. Even. Maar Laurens, ik vond het een heel helder gesprek. Ja, super bedankt. Hartelijk dank. Ja. Laten we hopen op die zetel en hopelijk meer. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je tijd en je energie. En nou, hopelijk tot in de Tweede Kamer over een paar weken. Zeker. En dan hoop ik dat jullie daar een keer langskomen. Dat zou ik erg leuk vinden. Nou, ik hou je aan deze uitnodiging. Hoor.